Sam van Dijk is geboren op 6 april 1998. Het was al snel duidelijk dat alle sporten met een bal hem goed afgingen. Maar voetbal en tennis hadden de voorkeur. Op 8-jarige leeftijd werd Sam lid van HTC De Eipelaar. En hij kreeg zijn eerste trainingen van Patrick de Roy. Daar speelde hij dan ook de eerste wedstrijdjes en vierde zijn eerste kleine successen. Zijn talent wordt opgemerkt door tennisschool Gijs, waar Sam vanaf zijn 10e jaar gaat trainen. Combineren met voetbal wordt moeilijk en op 12-jarige leeftijd was het duidelijk. Sam ging voor tennis. Hij wordt geaccepteerd op de Willem II topsportklas. Vanaf dat moment brengt Sam bijna dagelijks vele trainingsuren door op de tennisbaan en speelt veel nationale jeugdranglijsttoernooien. Op zijn 14e komt Sam in aanraking met de Franse trainer Jean-Baptiste Blanc, alwaar hij intensief mee gaat samenwerken in Roosendaal. Tevens is hij regelmatig te vinden in Spanje bij tennisschool David Ferrer. Zowel fysiek als technisch maakt Sam grote stappen. Het doel van 2014 is om hoge ogen te gooien op het NK tot en met 16 jaar en een notering op de internationale ranglijst tot en met 18 jaar. Het doel van 2014 is om hoge ogen te gooien op het NK tot en met 16 en een notering op de internationale ranglijst tot en met 18 jaar door het spelen van ITF-toernooien in binnen- en buitenland. Sam zal deze zomer in zowel Nederland als Duitsland uitkomen in de landelijke competitie. De weg naar een profbestaan is nog lang, maar de droom leeft voort.